serieus als hij aangeraakt heeft, dan zal ik hem... Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben weer jullie enige echte Seep. In de vorige aflevering zijn we Koetje achterna gegaan in die rare Minecraft lookalike cave. En daar hebben we Hilda gevonden voor Sid. En zijn we er dus achter gekomen tot Koetje achter Garland is. Die heeft kracht nodig, rent weer weg van ons, want wij zijn niet boeiend genoeg voor hem. It's in die trend. Maar goed, laten we eens meer leren over Koetje. Zijn ziel was gevuld met haat. En daar, hij was lief tegen mij. Hij praatte gewoon veel. Ja, maar waar praatte hij dan over? Nou, hij wou zijn meesterplan vertellen, maar ik hoefde dat niet eens te vragen. Het was vermoeiend. Maar waar hij over sprak, dat was een scène van een nachtmerrie. Wat zei hij dan? Dat hij niet van deze wereld was. Hij zei, zijn doel was om deze wereld te gebruiken om zelfs nog meer vernietigende kracht te krijgen. Het pakken van de Hildegarde 1 was een deel van dat proces. Waarom moet de Seep hierover vertellen? Ik zeg eerst, je hebt hele belangrijke informatie. Wat leidt me tot het bijgeloofde dat mijn ontvoering niet eigenlijk een deel van het plan was? Hij was nogal hopeloos, maar hij was in ieder geval niet zo'n rokkenjager als jij. Oh, serieus, het doet me pijn wat het meeste pijn doet. Het spijt me zo erg daarover dat ik mijn leven heb geriskeerd. Oh, het spijt me dat. Daarom heb ik mijn leven geriskeerd om jou te redden. Oh, echt waar? Weet je zeker dat het niet was om Hildegarde 1 terug te halen? Ik lieg echt niet, serieus. Mijn excuses, serieus, alsjeblieft. Breng me terug naar mijn menselijke vorm. Ik word er ziek van om een onklop of een kikker te zijn. Ik zal nooit meer aan jou, ik zal je nooit meer bedriegen, echt serieus. Ik zweer het, mwah, echt serieus. Kunnen jouw woorden wel vertrouwd worden? Ik lieg niet, ik zweer het op mijn vaders naam, verdorie. Oké dan. Ik verander je terug. Mwah. Maar het wordt veel erger als je nog één keer mij bedriegt. Ik snap het. Nou, alsjeblieft, verander me terug. Misschien verander ik je nog wel in een... Weet ik veel wat voor taart. Nee, alsjeblieft niet. Doe dat niet. Alsjeblieft. Verander me terug. Oké. Het wordt steeds gekker met die gasten. Ik kan er niks van maken. Dus... Swing. Wauw! Eindelijk! Ik ben weer een mens! Kwak! Ik kan eindelijk concentreren op het bouwen van Hildegarde 3! Verdurie! Ik moet er eens mee stoppen! Lieverd! Het spijt me zo verschrikkelijk van alles, Hilda! Ik kom hier een geef je nou hoor! Snormans is een goeie knuffel. Oké, nou we zijn dus automatisch geheeld. Dat is alleen maar heel erg gunstig. En sorry voor de open einde van gisteren. Maar ja, we waren eigenlijk best wel... Zepi, wie zegt dit? Zelda? Meneer Zepi. Waarom noem je me meneer Zepi? Meneer Zepi, alsjeblieft, sta op. Was maar een droom. Wat is los? Zeg het eens. Zeg het eens, beste kerel. Lady Hilda, die wil een vergadering. Dus alsjeblieft kun je naar de vergaderzaal gaan. Oké. Ik had alleen gehoopt dat ik iets langer kon dromen. Huh? Oh, is niks. Maak je er geen zorgen over. Ik weet niet waarom ik hier open zet over te praten. Maar goed. Is het kistje weer dicht? Nee, zo gunstig zijn ze dit keer niet. Hallo, wil jij nog een tentje doen? Jij wil weer een brief sturen. Naar wie? Kumol. Wie is Kumol? Ik heb geen idee wie Kumol is. Ik weet nog niet eens of die misschien in die stad zit of niet. Dus, maar ja, we moeten dus naar de vergaderzaal. Laten we gewoon naar de vergaderzaal gaan en laten we die brief maar gewoon eventjes... Misschien komen we hem automatisch tegen, dat weet ik niet zeker. Dus laten we gewoon even doorheen lopen. En echt, als ik nog één keer tegen word gehouden van... Restricted area. Dan word ik chagrijnig. Oké, ik wil naar de upper level. Dus we zijn weer terug in Limblum.
Maar als ik me niet vergis, is dit de laatste keer dat we terugkomen in Limblum wat betreft storyline. Dus, zover ik weet. Ik kan me natuurlijk vergissen, dat is altijd mogelijk. Maar goed, vergaderzaal. Hallo. Ik heb geen Oh, dat is de Royal Chamber. Nee, we moeten hier naar beneden zijn. Ik heb geen toestemming om flikken. FTO! Nou, hier ben ik. Zeg het eens. Wie is die gast? Dat is Regent Sith. Wat? Je hebt een steeds geleidige manieren geleerd. Je hebt nog steeds geen manieren geleerd. En je kunt nu stoppen als praten als een kikker, hè? Hou je mond, ribbons! Laat me zitten. Luister, ik heb jullie niet verzameld om meer over te praten. Ik heb jullie gevraagd om deze meeting te komen, wat we hebben geleerd over Koetje. Oh, dit is Hilda. Ik heb jullie gevraagd voor deze meeting om te vragen wat ik heb om te vertellen wat ik heb geleerd over Koetje toen ik gevangen was. Het kan misschien een hint zijn waar we naartoe moeten, dus luister goed. Ik zie de prinses nergens. Ik zal alles zoeken. Nou, ik ga beginnen met het bouwen van Hildegard III. De bloednaast zal gebruikt worden voor de constructie. Nou, Hilda zal je de rest vertellen. Hilda? Nee. Dus, wat heeft Kutja met jou besproken dan? Sommige stukjes van het verhaal kan misschien moeilijk zijn om te geloven, maar alsjeblieft luister naar mij. Koetje is van plan om deze wereld te gebruiken om een zelfs grotere kracht te kunnen pakken. Grotere kracht? En wat wil hij daar dan weer mee doen? Dat weet ik niet. Hij zei dat hij niet van deze wereld was. Wat? Nou, wij noemen onze wereld Gaia. Maar hij noemde zijn geboorteplaats Terra. Terra, hm? Oh, weer een ATE, geweldig. Team! Oké. Hi team! Waarom? Hoe gaan de reparaties? Ze gaan heel erg langzaam. We kunnen ze niet pushen, weet je wel, want anders valt alles weer uit elkaar. We komen nergens! Serieus? Ik wil wel een plaatswisseling met iemand. De schade is heel erger dan we hadden verwacht. Ze is hier ook al niet. Waar kon ze zijn? Yo! Huh? Oh. Jij bent het maar, schavuit. Waarom zijn jullie hier allemaal? Zijn jullie weer aan het plannen om een ontvoering of zo te plannen of zoiets? Hey. Hou jij even je mond, ja? We zijn hier alleen maar aan het discussiëren over hoe dat we hier onze dingen kunnen repareren, ja? Yeah! Hey, ouwe gast. Je ziet ons allemaal verkeerd. Yeah! We proberen hier alleen maar ons huis herbouwen, dat is alles. Wat doe jij hier? Want, zoals je eruit ziet, ziet eruit alsof je problemen hebt. Wat is het probleem? Misschien kunnen we helpen. Kan ik jullie echt vertrouwen? Ja. De prinses is vermist. Ze is niet in het kasteel, dus ik dacht misschien is ze in de stad. Dus waarom ga je niet kijken in het kasteel voordat jij je verhaal bent? Nou, weet je wat? Wij zoeken haar wel. Dit is onze achtertuin. Oké, mensen, jullie hebben het gehoord. Aan de slag! Yo. Bedankt. Nou, geen probleem, man. Zoveel voice acting, zo weinig tijd. Goed. Mogen we alsjeblieft nou meer weten over Koetje, want het was nogal een beetje zinloos. We weten dat ze altijd er nergens was, maar tot dan... Maakt niet uit. Goed. Deze Terra blijkt wel te verbonden te zijn met een plek genaamd Shimmering Island. Ik weet niet waar Koetje naartoe is gegaan, maar misschien kunnen we hem vinden als we daar naartoe gaan. Helaas. Je kunt niet direct van Terra naar Shimmering Island toe gaan. Natuurlijk kan dat niet. Iedereen die had het anders wel makkelijk gevonden. Die andere wereld, als het zo makkelijk was. Nou, wat doen we dan? Ik vertel het je. De weg die de twee werelden verbindt,
Die is afgesloten. Maar, Kuja heeft gezegd dat er een plek was waar de Siel. Iemand had dat nog in de comments gezegd, verdorie. Siel. Pokémon. Dan zit ik weer met die Pokémon vast. Vergrendeling. Slot. Nee, iemand had dat nog zo mooi gezegd. Geef me een seconde. Zegel. Maar goed, jij hebt dus gezegd dat er een plek is waar de zegel verbroken kan worden. Ik vind het geen zegel, het is op slot. Het is een groot barrier schild tot niemand er doorheen kan komen. Dan ga je toch geen zegel zeggen? Kom op, zeg! Maar goed, waar is het? Hij zei dat het op een oude kasteel was gelokaliseerd in het noorden gebied van het Forgotten Continent. Een onderzoeker heeft dingen erachter gelaten toen hij daar naartoe was gegaan bij het Forgotten Continent. Als ik me niet vergis, heeft hij neergeschreven dat de bergen te hoog waren om te onderzoeken. Buiten dat is het heel erg weinig om daar over te weten, over de Forgotten Continent. Nou, sinds dat het kasteel geen naam heeft, laten we het Ibsen's Castle noemen. Ibsen's Castle? Oké, nou, ik weet niks over de wereld van buiten ons continent, maar klinkt goed, denk ik. Herstel! Oh, deze muziek die is geweldig, die gaan we dadelijk zoveel horen, maar goed. Hoe gaat het met schip, jongens? Dat is steeds een beetje op met een beetje progress. Regent! Je bent mens weer! Oh mijn god, het is de blijste dag! Ja, we kunnen nou concentreren op het maken van het schip, ja? Dus hou alsjeblieft even je klap neer. Oké, bij onze ervaring met heel dat twee zijn we bijna klaar met de motor. We hebben wel een paar problemen met de constructie van de omhulsing, maar dat kan wel goed komen. Ja, nou, ik denk dat we gewoon delen gaan gebruiken van de Blue Assist voor de uiterlijk dingen. Waarom dat? Nou, ik realiseerde me eigenlijk op de Blue Assist wat, dat het een heel mooi schip is waarin ik erop rijd. Dus er zijn andere redenen, maar we moeten opschieten. We hebben al ondertussen ik heb al een complete blauwdruk in mijn hoofd zitten. Dus doe wat ik zeg en het zal gemaakt zijn in heel kort. Dus je moet snel de slaap opschieten. Oké, dan! Zo, die waren enthousiast. Ik moet toch iets verzinnen? Maar dat is dus alles wat ik gehoord heb. Je kunt dus misschien een aanwijzing vinden als je naar Ibsen's Castle gaat. Heb je dit allemaal aan Kuja gevraagd? Er zijn een paar dingen die ik heb gediscussieerd met hem, ja. Maar hij begon... Impassionate. Ja, wat is impassionate? He became very impassionate as he spoke. Boeit niet! Hij werd iets toen hij dus aan het spreken was, dus... En hij volunteerde gewoon informatie te geven zonder dat ik erom vroeg. Oftewel, hij was er heel erg leuk over aan het praten van... Blablabla, weet ik veel. Heel enthousiast of zo. Iets mijn trend, weet ik veel. Het is heel moeilijk om dit te vertalen live terwijl ik aan het spelen ben, jongens. Mijn excuus is als ik heel even een pauzering neem om heel even te kijken hoe ik dit moet vertalen, dus... Hij heeft me waarschijnlijk verteld over de plannen dat het geen effect heeft op zijn grote plan. Hij heeft gelijk. Zijn bouwen zijn groot. En wij zitten nogal in het nadeel. Maar ik kan Kuja niet vergeven. Hij heeft mijn vrienden gebruikt als speelgoeds levens. Ik serieus, ik ben boos. Touwler in actie. Nou, we weten waar we dus naartoe moeten gaan. Het probleem is om daar naartoe te komen. Ik denk dat we moeten wachten ondertussen dat we Sid, tot hij dan heel de Carded 3 heeft gedaan. Of we gebruiken gewoon onze Chocobo, maar die logica's hebben. Oh nee, wacht even, we kunnen niet op de Forgotten Continent komen via Chocobo. Damn. Zeepy, ik breng vervelend nieuws. Tuurlijk. Wat nou weer? Ik kan de prinses niet vinden. Ik heb overal gekeken over heel Limblum. Zelfs de members van Tantalus hebben me gevraagd om te helpen in mijn zochttocht, maar... Ze is niet in Limblum. Dan is er maar één plek waar ze kan zijn. Weet jij waar ze is? Ik denk het. Jullie gasten wachten hier even in Limblum. Ik kom zo terug. Blijkbaar weet ik waar ze is. Ja, ik weet heel erg veel. Denk ik. Ik weet het niet. Waar zijn jullie nou weer mee bezig? Wij zijn op zoek naar Zelda. Is er ergens anders waar we naartoe moeten zoeken? Nee, maar we hebben daar al gekeken. Ga naar een andere plek waar we nog niet hebben gekeken!
Oh, Sinna, die is zo bazig. Yep. Er is nog maar weinig over van Alexandria. Hey Ruby! Blind Burgers, hoe gaat het met je? Ja, het gaat wel goed met ons. Dus, hoe gaan de zaken, Ruby? Het is geld betaald niet erg goed, maar ik heb veel plezier, ik hou ervan. Nou, dat is geweldig. Onze huidhoud in Limburg is compleet vernietigd. Het heeft echt een wonder nodig om de pleuk... we moeten... Oh, ja, sorry. We zijn naar Alexandria gekomen voor een reden. Heb je Zelda gezien? Zelda? Nee, ik heb het niet gezien. Maar, wat is er mis? Zijn jullie weer van plan om haar te ontvoeren? Nee. We zijn alleen maar van plan om haar dit keer te zoeken. Nou, ik maak nog een grapje, Marcus. Ik vraag wel of ze, de boel in de gaten hier verhouden. Dankjewel, Ruby. Heel erg leuk dat we dus allemaal weer massaal op zoek zijn naar Zelda. Vraag me af of Zeep hier ook eens weer met deze goede jongens. Misschien. Wie weet. Dit is raar. Ik wist zeker wel dat ze weer terug in Alexandria zou zijn. Waar kan ik anders kijken? Hey Zeepie, ik was op zoek naar jou. Baas, heb je Zelda gevonden? Nee, ik kan het niet vinden. Ik heb Zelda niet gevonden, maar... ik denk dat ik de andere heb gezien, de andere vrouwke. De andere vrouwke? Ja, je weet wel, de andere vrouwke. Ik ga nog een keer kijken. Hé, wacht even. Waar heb je het over? Dude. Waar ga je naartoe, baas? Is ze hier? Ja, ze stond daar net aan die kant een seconde geleden. Daar? Gasp! Ik denk dat ik weet wie het is! Oh, serieus, gaan we met deze cartoon crap beginnen? Serieus, gaan we met deze cartoon crap beginnen? Oh mijn god, waarom? Het spel is al lang genoeg, dit was niet nodig! Waar is ze nou weer naartoe gegaan? Dat is in het leven. Jij bent Bagoo? Ja, ik ben de man die de prinses heeft ontvoerd. Laten we dat nou maar gewoon vergeten. Het is een lange tijd geleden. Je hebt een groot hart. Buiten die ijzeren hoofd, die Leroy G. Geen wonder dat een vrouw rennen van iets in die trend, weet ik wel. Baas, jij moet Beatrix hebben gezien. Wow, hey, hallo. Hey, luister, ik heb even een vraag aan jou. Kun jij mij misschien heel eventjes vertellen? Ik ben op zoek naar Zelda. En ja, als je kan zien, Alexandria is compleet vernietigd. Leroy G en ik deden ons best om Alexandria te beschermen. Maar onze... ja, het was voor niks. Leroy G maakte zich nogal zorgen over jou. Waarom heb je hem geen bericht gestuurd? Ik bedoel, serieus, telefoon, smartphone, iets in die trend. Maar goed, Zelda is nog steeds in shock en ze kan niet meer praten sinds de aanval. Echt waar? Dan is het beter voor haar om niet terug te gaan naar deze stad voor ons te... Ik bedoel, ik denk niet dat het haar goed zal doen om Alexandria op deze manier te zien. Nou, hier is het probleem. Ik kan haar niet vinden. Ik dacht dat ze terug hier naartoe was gegaan, maar ik kan haar nergens vinden. Is ze terug in Alexandria? Maar ze kan nergens gevonden worden? Heb je al gekeken bij de begraafplaats? Begraafplaats? Ja, als ze terug is in Alexandria, weet ik zeker dat ze daar zal zijn. Er zijn een paar dingen die ik je wil vragen of je die voor mij wil doen. Als je prinses Garnet ziet, vertel haar alsjeblieft niet de zorgen te maken over Alexandria. Ze moet zich eerst zorgen maken over zichzelf. Tuurlijk, anders nog iets? Ik wil er iets geven. Een Garnet! Misschien kan dit de prinses helpen om weer beter te worden in deze zware tijden. Of iets in die trend, weet ik wel. Ik doe mijn best met te vertalen. Dus, goed. Hey, Zelda, ik ben je overal bezig zoeken. Ik heb de stad en land afgerond, maar dat maakt niet uit. Zeepie? Wow, wacht eens heel eventjes, ik kan weer praten. Ik,
Ik ben aan het denken sinds de ramp en ik zat te denken dat ik moest een koningin worden en vrede brengen naar Alexandria. Dat is waarom ik hier terug ben gekomen. Maar kan ik met jullie nog even wat langer blijven? Mag ik vragen waarom? Wanneer mijn moeder nog steeds leefde, was mijn meeste zorg eigenlijk om hoe te praten en te lijken als een prinses. Deze waren de enige dingen waar ik aan zat te denken. Dat is niet veranderd toen mijn moeder dood is gegaan en waarom, wanneer dat ik een koningin ging worden. Het enige wat ik toen dacht was hoe te lopen en te kijken en te doen als een koningin. Ik denk niet dat de mensen mij willen accepteren als een koning zoals ik nu ben. Koningin, sorry. Nou, dat denk ik niet. Ik heb geen recht om te heersen over deze werelddeel. Echt waar. Zo, spannend. Oh, trouwens, ik ben bijna vergeten. Beatrix vroeg me of ik dit aan jou wou geven. Long distance row. Is dit een garnet? Yep, dat klopt. Is hij niet mooi? Hij is schitterend. Die gem die is gebruikt om... die gem was eigenlijk een gewone normale steen. Maar die steen die heeft een wens gemaakt. Ik wil glinsteren. Die steen is gereisd van persoon naar persoon. En hij wou zijn wens hebben. En nu schijnt hij in jouw hand, Zelda. Als je iets voor elkaar wil krijgen, dan zul jij ook schijnen. Ooit. Ergens. De dag zal komen dat Alexandria jou nodig heeft. En er is geen haast. Het belangrijkste is dat je het wil. Dankjewel. Ik moet mijn excuses aanbieden aan jullie. Omdat ik weg ben gerend van mijn verantwoordelijkheid. Hey, wat belangrijk voor ons is dat je eerlijk bent en dat je hebt gezegd dat je bij ons wil blijven. Dat vind ik heel belangrijk. Dus, ja. JP, kan ik dat mesje nog een keer lenen? Welke? Ja, ik bedoel, ik heb een hele arsenal. Die ene die me heeft geholpen om een laatste grote besluit te maken. Wow! Ik leen dit! Oh, dat is die dagger. Zepi? Onthoud hoe ik was. Voor mij. Oké. En ondertussen is Hildegard 3 ook compleet. Geweldig! Bam! Dat ding heeft snelheid. Ziet er goed uit. En deze muziek hier komt altijd als je dit schip, zeg maar, bestuurt. En ik hou van deze muziek, maar goed. Wat is er gebeurd? Wat heb je met je haar gedaan? Prinses, wat heb je gedaan? Ik weet het. Zepi heeft je hart gebroken, of niet dan? Hoe durft hij hem? Is dat waar? Hé, hey, ho, rustig aan. Niet tegelijk conclusies trekken, hè? Rustig. Zepi heeft gelijk, Shoni. Zelda! Kiwi praten? Ja. Het spijt me dat ik jullie allemaal heb zorgen laten maken. Maakt niet uit! Bij je haar! Het was zo mooi! Dus kort haar staat mij niet? Oh, nee, wel hoor! Je ziet er geweldig uit! Dankjewel, Shoni. Oké, het is nou nog even te vroeg om alles eventjes te vieren, ja? Erin, weet jij onze route of niet? Jawel, Ibsen's Castle die is op de Vergeten Continent.
Ja, dat klopt. Dus we gaan daar eerst naartoe om te kijken hoe dat we bij Terra kunnen komen om bij de Shimmering Island te komen. Dus, en misschien vinden we wel wat meer om, ja, wanneer dat we Terra eigenlijk vinden. Dus, en misschien leren we ook nog wat meer over wat Kucha wil bereiken. De locatie van Ibsen Castle, ja, daar kunnen we dus zeg maar op vinden. Dus, en dit is allemaal tutorial over hoe dat je het doet. Pardon! Alsjeblieft, laat me even weten of je partymembers wil swappen. Ja, dat is ook heel erg belangrijk. Goed, ik weet het. Ja. Ik wil eigenlijk... Zelda is nou gefixt van haar probleem die ze had, zeg maar, met... ja, met concentratie. Dus dat probleem hebben we gelukkig niet meer. En dat wou ik niet zo doen. Maar dat maakt niet uit. Dus, nee, wacht even. Ik... ik pak gewoon... Ik weet niet, dit is mijn favoriete team, jongens. En ik weet het, namen die vond ik het leukste bij de karakters passen. Maar dit is mijn favoriete team. Dit is het team wat je mij het meeste zal zien gebruiken. Omdat ik dit gewoon het fijnste team vind om mee te vechten. Dus de rest van de mensen, ja, ze zullen nog wel ergens een keer in beeld komen. Maar ik denk dat we dus zeg maar de meeste bij hun gaan focussen. Dus, maar goed, dat is dus ons team dat we willen hebben. En ik maak één grote fout. Dus, ik wil heel eventjes terug nog even op het schip, want ik, Shauni, die heeft namelijk nog steeds die holy dinges die ze geëquipt heeft. Dus, ik wil Shauni heel eventjes dan in het team hebben om die namelijk aan een ander te kunnen geven. Dus, doen we die heel even swappen, zo. Godspeed, even kijken. Want jij hebt namelijk de white robe, en die wil ik zeker aan iemand anders geven. En daar kun jij dan even, ja, pak jij maar een Gaia gear. En... heb jij nog iets? Ja, ik wil jou eigenlijk gelijk die ribbon... Even kijken. Ability up, Guardian Morgan met Dean. Ja, dat is die summon die jij zeg maar zou moeten leren. Dus die is speciaal voor jou. Water en wind. Ja. Komt goed. Goed. Nou wil ik die Zelda dan eventjes terug hebben. Want nou kunnen we dus zeg maar kijken wat Zelda ermee kan leren. Ik weet zeker, Zelda kan geen holy leren. Dat is het nadeel van Zelda. Maar ze kan nou dus zeg maar wel Bahamut. Kan ze leren. Maar ik wil heel eventjes kijken wat ze met die dat is, dit is de light rope. Even kijken. White rope. Kan jij nog niet eens iets mee leren? Kan de touwen daar iets mee leren misschien? Ook niet. Goed, dat was zinloos. Nou ja, we hebben hem in ieder geval nou in onze inventory. Dus goed. Nou komen we dus helemaal bij het schip. Dit schip werkt bijna hetzelfde als de Blue Narcissus die we hadden. Met kruisje ga je naar voren toe. En met vierkantje ga je naar achteren toe. Heel erg simpel. En met de... ja, met de pijltjes toetsen naar boven en naar beneden. Heb je dus zeg maar tot je automatisch de hoogte kan bepalen. Wil je uitstappen, druk je gewoon op rondje. Dit kan alleen op een grasveld. Dit kan niet op de bossen. Dus wil je ergens zeg maar komen en er zit geen grasveld. Jammer, dan kun je er niet komen. Dan komt dit schip... Dan komt dit schip ook nog eens een keer met een volledige automatische functie. Als je bijvoorbeeld... laten we als voorbeeld eventjes... Toweltown pakken. Toweltown ligt... waar is dit? Nee, dat is vast wel bloed. Dit is Toweltown. Als we naar Toweltown toe willen gaan... het enige wat ik nou doe is niks. Dit schip vliegt ons automatisch naar elke stad waar we dus zeg maar naartoe willen als die op de kaart staat. Dus we kunnen overal automatisch naartoe gaan. Dit is hoe het luchtschip werkt en het luchtschip is natuurlijk helemaal geweldig. Het probleem echter is, wij willen niet richting het luchtschip. Wij willen terug naar Chocobo Lagoon. De reden hiervoor is, omdat wij dus nu een luchtschip bij ons hebben en we hebben geen Choco Crabs meer gevonden. Zoals jullie weten, er is nog één ability vrij voor onze Chocobo Quest. Die ability die is unlocked op het moment dat jij dus zeg maar je luchtschip hebt. Dit hebben ze gedaan om ervoor te zorgen dat je het spel niet verder kan breken. Omdat het namelijk de volgende ability is dat Chocobo's ook kunnen vliegen. Maar goed, dat wil ik allemaal bewaren tot in de volgende aflevering. Want er zijn een ton van sidequests die we dus nou moeten gaan doen. Nou ja, een ton is misschien overdreven. Maar er is heel veel wat we nou kunnen gaan doen. Voordat we dus zeg maar richting de gaan doen. Dus we gaan eerst Chocobo Quest doen. Dan gaan we richting de Ibsen Castle. Dan hebben we nog een sidequest. En ondertussen kan ik mooi beginnen met kikkers farmen. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je nog een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Heb je vragen? Laat het weten in de reacties. Ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt natuurlijk. En bedankt voor het kijken en voor de support jongens.
Minecraft Hardcore, ik ben er al mee bezig. Ik ben al plannen aan het maken om al van tevoren te gaan opnemen. Waardoor dat er ieder weekend gewoon dan een Hardcore serie zou komen. Zoals ik het nu in mijn hoofd heb. Kan natuurlijk iets tussenkomen, kan natuurlijk fout gaan. Maar ik hoop dus zeg maar tot echt na Final Fantasy in het weekend gelijk een Hardcore series kan beginnen. Omdat jullie zitten daar zo enorm op te wachten. Dus ik wil jullie echt daar niet in teleurstellen. Dus dank jullie wel voor het kijken. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Bedankt voor het kijken jongens. Doei!